Allemaal en welkom bij weer een nieuwe video van Dutch Generation X. Vandaag hebben wij voor jullie de review van Survivor Series en dat doe ik samen met Eike. Hallo Eike. Hallo, goedenavond. Hi, goedenavond, alles goed? Ja, zeker. Ja. Wat vond je van Survivor Series? Ja, dat is een goed evenuurtje. Ja, maar uitstekend gemaakt. Er zijn wel wat booking dingetjes waar ik verre van achter sta, maar als pay-per-view zijn, dan was het gewoon een goede pay-per-view. Ja, zonder meer. Uitstekende pay-per-view zelfs, denk ik. Ja, een van de beste. Weinig te klagen. Maar dat gaan we toch doen. Tuurlijk. Want zo zitten wij in elkaar. Beginnen we met de kick-off. Of die kunnen we overslaan, want die boeit blijkbaar niet. Maar we doen het toch. Team SmackDown. Of nou, Team Raw. Bobby Roode, Chad Gable, de captains. Met The Revival. De B-team. Heel de Lucha House Party, alle drie. En de Ascension tegen Team SmackDown met Usos, de captains, New Day, Sanity, de Club en de Colons. Maar niet heel Sanity, dat dan weer niet. Nee, klopt. Ja. Ja, maar Tim, leg eens uit, waarom boeide deze match dan niet voor WWE? Nou, SmackDown won dit dus. Maar nou blijkt schijnbaar dat de bedoeling was dat Raw alles ging winnen. Alleen dat wel even degene die deze match in elkaar moest zetten, was het even ontgaan. Dus die had SmackDown, die had zeg maar de volgorde van de eliminatie zo gedaan dat SmackDown uiteindelijk won. En dat is dus niet helemaal de bedoeling dan, hè. Dus ja, toen won SmackDown. Dus toen dachten ze, nou ja, dan negeren we het gewoon. Ja, precies. Ik heb wel de commentators op Raw erover gehoord, even. Ja, heel eventjes. Ja, je kan het onmoeilijk kan je het helemaal negeren. Het is wel gebeurd. Ja, precies. Maar ja, je weet dat de New Day er iets over gaat zeggen. Ja, dat mag ik wel. Want dat soort dingen doen ze altijd. Maar goed, de match zelf, wat vond je daarvan? Ja, was leuk. Goede actie. Wat ze slim deden, vond ik, was de niet zo goede teams er snel uitwerken. Vooral aan de kant van Raw, waardoor de teams, toen ze op een gegeven moment gelijk waren en alleen nog goede over waren aan de kant van Raw, toen begon de actie eigenlijk. Met Usos, New Day, Revival en Gable en Roode volgens mij. Mm-hmm. Toen werd het goed. En uiteindelijk vond ik een hartstikke goede match. Ik had misschien iets meer wel nog van verwacht. Vanwege het talent op de maar dat was gewoon hartstikke goed. Ja, dat is echt een goede match inderdaad. Je hebt wel tot de 2-on-2 of 4-on-4, weet ik veel. Hoe je dat wil zeggen. Tot beide kanten twee teams over hadden, was het vrij standaard allemaal. Maar daarna werd het opeens heel goed. Alleen toen Roode en Gable eruit lagen, was het heel eventjes een paar dingetjes die misgingen weer. Maar dat pakten ze daarna weer prima. Ja, dat was wel een beetje potje mee, ja, soms. Ja, zeker met die House Party grappies. Die waren niet in vorm. Nee. Kalisto ook. Zo. Opeens, niet een ernstige, want hij was er wel gewoon weer bij, maar wel een kleine blessure opliep, want hij zat, ik weet niet of je dat zag, maar hij zat op een gegeven moment, zat hij, zeg maar, in kleermakers zit zo'n beetje op de ringside zat hij te klappen. Dus dat ging niet helemaal goed met Kalisto, maar niks ernstig, want hij was er gewoon weer op Raw. En ja, SmackDown won dus. Armor Revival, want die zouden denken, nou kunnen ze eindelijk een keertje Soul Survivors zijn en dan krijgen ze zoiets. En Raw ook weer verloren binnen een paar minuten, dus dat is helemaal. Ja, dat is zo belachelijk. Maar nog heel even over die rare move. Ik heb het echt in tijd niet meegemaakt dat een team tijdens een match gewoon een superstar mag omwisselen. Ook al is het een injury, dan val je de match maar af. Maar we hebben echt. Ja, ik denk dat ze dat gewoon makkelijk vonden, omdat je die spot zat waarbij iedereen involved was. En dan heb je opeens één iemand minder. Dus dan denk ik, nou, weet je wat, we hebben die gasten toch staan, dus dan pleuren we hem er gewoon in. Ja, maar dat is toch eigenlijk gewoon een dikke fuck you naar de mensen van, zo slim zijn jullie niet, dus we doen maar alsof jullie. Ja, nou ja, het is niet alsof ze deden alsof Kalisto er nooit in zat natuurlijk. Maar ze zeiden het wel. En schijnbaar is het een nieuwe ding nu, want op Raw deed het ook weer, dus. Ja, maar dan gaan we dan ook de Big Show nu weer in actie zien. Nee, want nou, dat denk ik niet. Maar de Big Show is geen luchador en het is Lucha Rules. Dus. Oh ja, dan mag het opeens. Lucha House Party Rules, ja. Ik vind het echt belachelijk.
Ja, logistiek snap ik het wel. Het is een beetje raar natuurlijk, want dan hebben ze gewoon 11 man. Dus dat is net een beetje raar. Maar goed. Gaan we nu naar de main show. En dan de matches die er dus wel te doen, schijnbaar. En toen begonnen we met de women. 5-on-5 Survivor Series Elimination Match. Ik ga er constant over struikelen. Team Raw, Mickie James. Nee, wacht, wie is de captain? Oh ja, Alexa Bliss, die staat in de corner, doet niet mee. Mickie James, Nia Jax, Tamina, Bayley en Sasha Banks. Want Natalya en Ruby Riott hadden ruzie tijdens de kick-off. Dus die werden eruit gegooid door Alexa Bliss en vervangen door Bayley en Sasha Banks. Op zich een goede keuze van een captain. Tegenover Team SmackDown met Captain Naomi, Carmella, Sonya Deville, Asuka en Mandy Rose als Charlotte's vervanger. Ja, dat was te verwachten. Dat zei we hier, waar we een beetje bang voor waren dat dat zou gebeuren. De voorspelbare optie, maar goed. Deze match, ja, op zich prima. Maar, ja, prima, niet meer dan dat. Ja. Ik denk, over de match valt vrij weinig te zeggen, maar wel over een paar dingen in de match, denk ik. Ja, en dan... Ik moet zeggen dat ze, zelf vond ik wat ze met Mandy Rose en Sonya deden op een gegeven moment, ook nog wel interessant gedaan, waardoor ik zoiets had van, ik vind het ook niet heel erg dat Mandy Rose nu in de match zit. Dat zei ik in de preview best wel. En wat jij daarvan vond? Ja, ik had het aanzien komen, dus ik viel tegen, maar verder had ik er geen problemen mee. Soms, ja, je viel even volledig weg, dus ik verstond er helemaal niks van. Oh, en waarom de fuck is nou ja, Texas Soul Survivor? Ja, het is een beetje raar. Schijnbaar word je in WWE beloond met een push als je iemand expres of iemand geblesseerd. Ik zie er expres uit. Ik weet niet of het expres was, maar of het was of expres of het was heel dom. Maar ja, kijk, ik snap wel dat ze. Aan de ene kant snap ik dat ze gebruiken, die heat die ze heeft. Ik bedoel, Owen Hart deed dat ook toen die Austin's nek brak. Maar aan de andere kant is het ook wel een beetje raar dat je, ja, ze zou natuurlijk wel een title match krijgen, dus wat dat betreft. Maar goed, het voelt een beetje raar. Ja, maar ze hadden het veel anders aan kunnen pakken. Kijk, natuurlijk, de hoop voor Asuka moeten, heb ik het idee, langzaamaan een beetje weg laten varen. Want ja, sinds Mania is het echt gewoon één grote fuckjoen naar haar. Doen ze niks mee. Mm-hmm. Maar toch, je had dit kunnen gebruiken om een star wat meer credit te geven. Dat je nou je Jax gewoon op een count-out manier, weet ik wat, eruit kunnen laten gaan. En dat je iemand van SmackDown of Raw gewoon als sterk de match kunnen laten eindigen. Want om iets te zeggen, Asuka en Sasha, die droegen de match goed, hè? Mm-hmm. Die droegen de match, niet Nia Jax, niet Tamina. Ja, als Nia Jax de match moet dragen, dan is het heel ook ja, precies. Ja, je zag je niet lekker opstaan, dus gewoon opstaan. Ja, nou ja, Nia... Dat is echt belachelijk, hè? Dat kan er geen klote van, natuurlijk. Nee. Maar wel tegen Ronda Rousey binnenkort, en dat is zo'n beetje de enige goede match die ze gehad heeft, dus wie weet. Ja, die idee dat ze niet vooruit gaan, dat is inzien. Als ze een Ronda Rousey blesseert, heeft ze wel een probleem, denk ik. Dan ga je. Dan heb je ook een probleem. Want een van Vince's girls. Een van Vince's girls heb je dan geblesseerd. En dat moet je niet hebben, natuurlijk. Nee, maar ja, ze kunnen moeilijk zeggen: van ja, ga jij maar weg. Want er zijn niet veel andere namen over. Want Liz is ook nog steeds geblesseerd. Dan hebben ze niemand meer op rol. Ja, dan moet je de Code Kai call-up doen. Ik kom erop. Wat? Nee. Is leuk. Goed. Nee. Raw won dus 1-0. Schijnbaar. Vervolgens krijgen we. Ik ga dan door naar de volgende match. Ik weet niet of we dat willen zeggen, maar oké. Okay. Intercontinental Champion tegen United States Champion Seth Rollins tegen Shinsuke Nakamura. Van tevoren natuurlijk een beetje opgebouwd als een dream match. En ik moet zeggen, deze match in tegenstelling tot soms van Nakamura wist wel te deliveren. Zeker weten. Eén wat ik hierbij nog had was van. Ik wil meer. Ja, precies. Want... Het zat er ook in, maar dat deed het niet. Want wat ik ook al snap, voor zijn eerste ontmoeting zonder opbouw verder. Maar dat is hartstikke vet. Ja. Dat is Nakamura die ik wil zien ook. Ja, een van zijn betere matches van het jaar. En ik had niet het idee dat Rollins hem moest dragen of zo, weet je wel. Nee, zeker niet. Toen op een gegeven moment een beetje had van, ja, ligt nu echt aan Nakamura? Moet hij misschien gedragen worden naar goede matches spreken worden? Maar dat is een hartstikke goed. Mm-hmm. Ja, absoluut. Alleen de finish.
Ja, wat is er mee? Nou ja, kijk, naar dat Raw Women's Team, want dat hoort mijn bedenking. Kijk, van, wat gaat er nu gebeuren? In de totaalscore, weet je wel. Maar dat Rollins won, dat was een grote shocker. Ja, jij had niet de kick-off gekeken, toch? Helemaal? Want je hebt niet helemaal, nee. Nee. Nou, kijk, dit was het punt dat ik door had. Oké, ze gaan een clean sweep doen. Ja, ik ook. En dat kwam ook omdat... maar ik had ook geen twijfel meer erover, zeg maar. Maar Baron Stephanie had namelijk op de kick-off tegen Baron Corbin gezegd... als je geen clean sweep is, dan ben je ontslagen. En toen had Raw, zeg maar, de twee matches die SmackDown ging winnen... in mijn ogen gewonnen. Toen dacht ik, ja, oké, clean sweep. Dus ja, op dat punt had ik zoiets van, nou, dat is duidelijk gewoon. Dat maakte de spanning voor mij wel... Basically heeft Stephanie dus gewoon de hele pay-per-view gescoord. Ja, precies. De spanning was voor mij bij die Raw vs. SmackDown matches wel echt helemaal weg op dat punt. Dus ja. Maar goed. Stephanie is de ultimate heel. Ja, clean sweep dus. Ja, Stephanie. Nou ja, op Raw was ze weer aardig face-bezig, maar dat is een ander verhaal. Zullen we doorgaan of wil je nog wat zeggen? Ik ben wel benieuwd wat ze nu met Nakamura gaan doen. Want ja, Rollins spreekt voor zich, maar... Pakt er iemand uit op SmackDown, hè? Hebben we nog een face die niks doet op het moment? Niet echt, hè? Hoe zeg? Ja, maar daar heeft hij net ook al mee gehad. Dus, dat heeft hij net gehad, zeg maar. Ach ja, het is niet erg als die United States title niet verdedigd wordt. Nou ja, ik zou toch wel een beetje... mag voor mij wel wat gebeuren, zeg maar. Misschien Ty Dillinger. Ik zeg het echt vanuit Open, vanuit WWE. Ty Dillinger. Dat is niet erg, nee. Nee, ja, klopt. Daar heb je gelijk. Ja. Laten we naar de volgende gaan. Speciale match. Ja. Oh god. Tag Team Champions tegen elkaar nu. AOP, de Raw Tag Team Championship met Drake Maverick in hun corner. Tegen de Bar, Cesaro en Sheamus. SmackDown Tag Team Championships. Champions gewoon. Met Big Show in hun corner. En ja, we kunnen heel veel zeggen over deze match. Kunnen we helemaal niet. Match was helemaal niks speciaals. Dus daar hoeven we het ook niet over te hebben. Waar we het vooral over moeten hebben is Drake Maverick, denk ik. Nee, vergeet nog iets belangrijks. Dat was het ringside. Enzo. Ja, oh ja. Ja. Zie je? Ja, dus we gaan het gewoon niet over die match hebben. We gaan het over alles eromheen even hebben. Want Brian, die hier ook wel eens is. En ook de WCW-filmpjes doet. Die was daar. Ik was live aan het kijken. En die appte mij... lol Enzo Amore is in de crowd. Of dat deed hij in de groepschat. Of op Happening, weet ik niet meer. Dus op dat en echt 10 seconden daarna, dus ik ging erop letten, en 10 seconden daarna kon ik hem zien, zeg maar, ringside. Maar echt heel kort maar, want ik bedoel... Ik kon hem langer zien dan... Iemand zei 2 seconden of zo, maar ik heb zeker een seconde of 5 of 10 gezien, hoor. Ja, ik denk dat ik 2 seconden zei, maar dat was gewoon een figure of speech, weet je wel. Maar wat je zag hem eventjes, maar toch wel, zeg maar, als je niet wist dat hij er was, toch wel kort, zeg maar. En die camera's probeerden ze me ook niet echt in beeld te hebben, had ik het idee. Of het was toeval, omdat het begin van de match was. Maar ja, Enzo Amore was daar. Hij deed zijn promo en toen werd hij getackled door de security. Ja. dezelfde security guard die de Gronk tegen probeerde houden op WrestleMania 31. Of nee, niet 31, 33. Dus dat was een leuke stuk van continuïteit. Ja, Enzo. Wil je er nog iets over zeggen, behalve dat het een idioot is? Ja. Ja, ik denk persoonlijk trouwens dat hij eigenlijk bij de Cruiserweight match het wilde doen, maar hij ging een beetje viraal op Twitter, zeg maar. Hij was al herkend, dus ja hij moest wel. Ja, wat een cool. Nou, het is een gek. Hij heeft een nieuw album. Dat probeerde hij te promoten. Dus over Liv Morgan ook een liedje, dus... goed. Hij is wel diep gezonken, zeg. Erin. Ach ja, weet je. Te bedenken dat ik hem interessant vond toen hij gewoon naar Big Tess debuteerde. Ik was gewoon fan van hem. Ik was een van mijn boys op NXT. Dus. Ik weet nog wel dat ik echt wilde dat Enzo en WrestleMania zouden openen. Ja, nee, ik had ook zoiets toen zij die break-up deden dat ik het echt jammer vond dat ze nooit tag title run hadden gehad. Maar goed. Inmiddels, Cass is dik en Enzo is dom. Dus dan kunnen we. Ja, en dan hebben we Drake Maverick nog.
Ja. Oh god. Goed, die deed een beetje interference of zo. En toen ging Big Show achter hem aan en die pakte hem bij zijn nek. En toen piste hij in zijn broek. Ik moet heel erg zeggen, ik wacht dubbel. Die blik van vooral Cesaro, dat was echt geniaal erbij. Ja. Dat is natuurlijk heel erg kinderachtig eigenlijk. En best wel een, minderwaardigheidsding creëren voor je tech champs ook indirect. Hmm. En zeker voor Maverick, dat het gewoon een general manager is. Maar het was echt hilarisch, vond ik. Ja. Ja, het was wel grappig. Het was wel humoristisch. Ja. Ik weet niet wat ik nog meer over moet zeggen. Ja, Brawl dus ook wat... Ja, sommige grappen die waren nog wel oké, maar ik vond Bladder vond ik wel heel slecht. Ja. Van Root. Maar goed. AOP won dus. En die gaan nu, neem aan, met Root en Gable feuden. En dat is wel cool op zich, want Root en Gable zijn wel een leuk team. Al had ik liever Revival ook in AIDS gezien, maar ja. Ja, maar het is niet voor ze zijn heel, hè, dus. Ja, dat, die kunnen beter met... WWE er ook niet van om een paar heel-tegen-heel matches op Survivor Series. Ja, maar Survivor Series is apart. Dat is SmackDown. One time a year. Ja, precies. Revival die gaat denk ik met Lucha House Party elke week een match hebben waar we dan een beetje voorbij in slaap vallen. Want dat is de raw manier. Goed, wil je nog iets zeggen of zullen we doorgaan? Nee, door. Oké, Cruiserweight Championship dan. Oh boy. Ik zit te kijken naar de tijd van deze match. Is korter dan ik had gedacht eigenlijk. Ja. Buddy Murphy in ieder geval verdedigt zijn title tegen Mustafa Ali. En we hebben het in het verleden gehad over Cruiserweights die niet echt deliveren op pay-per-views. En op Super Showdown hadden we al zoiets van, nou dat hebben ze nu echt wel gedaan. En we kunnen nu weer zeggen dat ze het wel echt gedaan hebben, toch? Ja, Buddy. Buddy Murphy. He's the man. Hij heeft het weer gedaan, ja. De vorige keer met Cedric en nu met Mustafa. Ja. En ik zei het in het briefje, als het 80-90% van die no-DQ match is, ben ik heel blij en is ook gewoon een kick-ass match. En dat was het. Ja, het was niet zo goed als de no-DQ, maar inderdaad 80% ongeveer. Dat was nog steeds geweldig, dus. Toch? Ja, ik kan niet anders zeggen dat ik er blij mee ben. Ja, tevreden en blij en positief. En hou het alsjeblieft op de main card. Want als ze gewoon bij 12 tot 15 minuten kijken, dit was 12 nog wat volgens mij. Dan kunnen ze gewoon een hele goede match neerzetten, wat de show gewoon beter maakt. Mm-hmm. Ja, en dan heb je ook wat meer ogen op de Cruiserweight Championship, zeg maar. Kijk, er kijken schijnbaar niet heel veel mensen naar 205 Live. En als je dan elke keer op de pay-per-view de match of the night van de Cruiserweight is, dan zijn er toch mensen die denken misschien van, nou, laat ik eens gaan kijken. Ja. Of laat ik eens... Oh, nou, ja. Ik weet niet wat ze na Mixmax Challenge gaan doen. Of ze dan 205 Live weer na SmackDown gaan doen. Maar dan blijven mensen misschien ook eens zitten. Ja, precies. Zou leuk zijn. Ja. Maar goed. Ja. Misschien geen idee wat er nu komt. Misschien Tony Nies of zo. Maar we gaan het zien. Denk het wel. Zullen we doorgaan dan? Ja, is goed. 5-on-5 Survivor Series Men Elimination Match. Zo. Kom er weer soepel uit. Team Raw met Captain Baron Corbin in their corner. Dolph Ziggler, Drew McIntyre, Braun Strowman, Finn Balor en Bobby Lashley. Tegen Team SmackDown met Captain The Miz, Shane McMahon, Rey Mysterio, Samoa Joe en Jeff Hardy. Ja, goed. We hadden het er voor de show al eventjes over bij de preview. Het Braun Strowman probleem als het gaat om deze matches. Ja. Het was weer een elbow drop door een announce table, waardoor hij weer een half uur langs de ring lag. En toen kwam hij terug en toen was het powerslam, 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 powerslam. Ik zeg het goede aantal, want het waren er vier. En binnen 3 minuten en 15 seconden had hij 4 mensen geëlimineerd en voor Raw de match gewonnen. Dus ja, dat was een beetje jammer. Toch? Toch? Ike, ik hoor je niet. Okay. Ik was heel even tot 10 aan het tellen. Oké, ja, nee, ik dacht je bent weggevallen, maar oké. Nee, ik was heel even tot 10 aan het tellen, want ik ben er zo gefrustreerd mee. En zo klaar mee. Ze waren hartstikke lekker bezig, die match, weet je wel. Ja. Ja, goed bezig. Het was wel een paar dingen waar ik zoiets van, moet dit nou? Samoa Joe lag er veel te snel uit. Er schijnt misschien een injury te zitten. Dan snap ik alleen de manier waarop, vind ik het. Ja.
Beller lag er ook best wel makkelijk uit. Maar de match was gewoon lekker bezig. Ik genoot van hoe de Miz en Shane bezig waren. Dat was echt, vond je raak als de tering. Dat, ja, de oh ja. Miss. Shane dingen die doen. Shane was half voor je. Zijn moveset was, ik lag dubbel. Ja, dat was mooi. Deze ding goed. McIntyre zag eruit als een beest in deze match. Leslie deed ook goed zijn ding. Iedereen was goed bezig. Totdat Strowman opstond. Toen was het weer klaar. Mm-hmm. Nou, letterlijk was de match gewoon klaar. Ja. Ja. Maar zijn ze nou zo lui in het boeken van dit soort matches? Ja. Als Strowman erin zit? Ja. Willen ze gewoon een grote fuck you naar iedereen doen? Van, nou, kijk, want ik krijg het gevoel, en het is ook eigenlijk zo, ze geven maar om drie mensen, als het om Raw gaat, rijk dus de hele WWE. Misschien inmiddels vier, omdat Becky ook wel goed geboekt wordt in Charlotte. Nou, vijf. In ieder geval, mainly geven ze om Lesnar, Ronda en Strowman. En de rest kan gestolen worden en dus ze er lame as fuck uitzien als niet. Ja, Drew wordt ook wel goed protected op het moment. Ja, oké, okay, maar je snapt wat ik probeer duidelijk te maken, toch? Ja, ik ben het alleen niet mee eens, maar ik snap het wel. Maar, sorry. Ja. Kan niet laten. Ze kunnen desnoods Strowman uit de match elimineren op een of andere manier. Als Strowman gewoon de lead on hand was op dat moment dat hij die elbow drop kreeg, is hij geëlimineerd. Dan kan je niet zeggen dat hij gepint is of iets. Dat was gewoon een timeout geweest. Prima. Dan kan je gewoon de match naar een goed einde brengen. Ja, maar je kan ook met Braun Strowman de match naar een goed einde brengen. Hij hoeft niet elke keer power slams te doen. Daar hoeft hij er ook niet voor uit te gaan. Hij kan makkelijk Soul Survivor zijn met gewoon een leuke match. Ja. Toch? Ja. Maar kennelijk kan het niet. Nee. Ik snap niet hoe ze zo erg SmackDown zo slap uit kunnen laten zien in een paar minuten tijd door Strowman dat te laten doen. En dat ze dat fijn vinden. Ik begin ook te bedenken dat dat de reden is dat Orton gewoon niet in deze match zat. Dat ze hem dat niet aan wilden doen. Ja, en dat, ja, ik weet niet of Joe echt injured is, maar dat zou ook een reden kunnen zijn dat hij vroeg uit lag. Want... ja, dat dat niet gebeurde. En ja, dat Brian misschien wel de tuin heeft gewonnen, zodat hij niet hier en ook snel eruit lag. En dat AJ dus even van de pay-per-view af is. Je weet het niet, maar ja. Ja, ik weet niet of het zover gaat. Het zijn allemaal maar superstars die er tegen kunnen, die er zo uitgegooid worden. Hè? Shane McMahon, ik bedoel, het is altijd raak of niet raak met die vent. Hardy is ondertussen ook alweer een oude open over 80 jaar. Mysterio is wel net terug, maar ja, het blijft een mannetje van 1,20 meter. En de Miz, die kunnen soms versterken hoe als ze willen, maar kunnen soms ook alleen rood gat neerzetten. Ja. En het is gewoon jammer dit. Ja, ik vond het ook jammer. Was goed bezig. Ja, precies. De match was eigenlijk best wel goed. 20 minuten lang heb ik me prima vermaakt. En toen kwam die power slam. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er alleen maar om zitten lachen. Van, het slaat gewoon helemaal nergens op dit. En dat was jammer gewoon. Want anders, het had een hele goede match kunnen zijn. En nu blijft het toch gewoon bij, ja, het was wel prima. En zal die eliminations ook gewoon langer kunnen uitrekken? Want pay-per-view was het 3 uur en 34 minuten. Maar ja, als deze match gewoon 30 minuten plaats of 24 minuten duurde. Dat je niet in 3 minuten, maar 9 minuten die eliminations kunnen doen. Ja. Dat je het wat beter aan kunnen pakken. Ja, precies. Goed, ja. Willen we er nog iets over zeggen verder? Of zullen we doorgaan? Even niet. Nee, oké, okay, dan gaan we door. Dan singles match. De women's singles match. Niet champ versus champ natuurlijk. Maar je had Ronda Rousey, de Raw Women's Champion. Tegen Charlotte Flair. Die vechten voor de SmackDown Women's Champion Becky Lynch. En dat nam ze iets te letterlijk, had ik het idee. Want ja, ik zag al dat jij het zei op Happening. Maar je zag het tijdens de match inderdaad al. Ze speelde al duidelijk de heel, zeg maar. En dat is wel logisch. Dat heb je vaak bij face tegen face, dat een van de twee de heel gaat spelen. Maar ze nam dat ook weer net iets te letterlijk. Want ja, er kwam de kendo stick en disqualification op Ronda Rousey. Maar dat was niet alles, want ze ging door. Ze ging door. En ze ging flink door. En er was wat per ongeluk wat bloed gekomen bij Ronda Rousey. En dat hielp ook heel erg, want dat maakte het alleen maar mooier nog. Ja, wat vond je hiervan? Laten we als eerst zeggen, wat vond je van de match? Match? Ik, ja, match af. Mm-hmm.
ik had het niet verwacht. Kijk, tuurlijk, Charlotte is een goede worker, maar het is al onbekend dat Ronda tot nu toe wel lange voorbereidingstijd voor de matches nodig heeft gehad. Ja. Wat niet raar is, want het is pas in het eerste jaar. Mm-hmm. Maar dat hebben ze tot nu toe wel steeds gedaan. En nu was er opeens een paar dagen voor de pay-per-view net een andere tegenstander. En dan is Charlotte een goede tegenstander om mee te oefenen, maar ik had dit niet verwacht, man. Ik vond het echt heel goed. Ja, ik ben persoonlijk van de mening dat dit misschien wel Ronda's beste singles match was. Misschien die... Ja. Ja, ik denk het wel eigenlijk, ja. Dus dat is heel knap. Ja, goed. Dat is alleen maar... Ja, Ronda prima bezig in de debuutjaar, inderdaad. Ze hebben ze ook slim, ze boeken haar ook slim in die matches elke keer. En heel knap dit op zo'n short notice, inderdaad. Maar dan de heel turn van Charlotte... die haar beste vriend Becky achterna ging. Yes. Ja, Charlotte is eindelijk een stuk beter als heel, inderdaad. Daar ben ik mee eens. Becky trouwens is natuurlijk heel turn gehad, maar die is niet echt heel natuurlijk. Maar dit, Charlotte is wel echt heel nu. Al was het ook echt vol van een keer ook voor Charlotte. Ja, dat viel me ook op dat ze Ronda zo aan het boeren waren. Maar goed. Ik had iets gehoord dat Ronda iets heeft gezegd of zo'n opmerking die niet helemaal goed is gevallen, maar ik heb alleen helemaal gemist wat die opmerking in band is geweest. Ja, ik zou het ook niet weten. Ik kan me alleen voorstellen dat mensen die millennial shit van Ronda Rousey niet echt baaien, want... Ja, dat is ook bullshit. Ze is 2 dagen jonger dan Becky Lynch, dus ze is zelf ook een millennial. Maar goed, ja, we zijn de heel turn uitstekend gedaan, denk ik. En ook... blij mee. En het enige, ja, iedereen ging er eigenlijk vanuit toen deze match gemaakt was, Ronda Rousey tegen Becky Lynch gaan ze nu tot WrestleMania doen. Maar nu komen er weer wat twijfels bij. Misschien wordt dit alweer de WrestleMania match. Ik heb 2 theorieën gelezen. Eén van Meltzer en één is gewoon een normale theorie geweest. Oké, ik ben benieuwd of mijn theorie ertussen zit. Dus zeg maar. Dat weet ik niet. Ja, in ieder geval... de normale is gewoon we krijgen Charlotte tegen Ronda. Ja, en? Wat ook als reden is dat Ronda niks over Becky heeft gezegd of al en dergelijke, alleen over Charlotte bezig. Ja. De andere theorie is van Meltzer. En ik weet niet of het een theorie of inside information precies is, maar dat heb ik toevallig een uurtje geleden gelezen. Dat de Charlotte tegen Becky champ op de Rumble krijgen. Dat Becky de Rumble wint. En dat we Ronda tegen Becky of Ronda tegen Becky tegen Charlotte krijgen. Ronda tegen Becky of Becky tegen Charlotte? Zeg je dat nou? Nee, Ronda tegen Becky of Ronda tegen Becky tegen Charlotte. Oké. Interessant. En ik zou alle twee heel vet vinden. Ja. Maar... ik moet WWE waarschuwen als ze Ronda versus Charlotte gaan doen. Bereid je voor op Becky Chance. Ja, dat dan krijg je denken. Ik denk dat je dan gewoon Roman Reigns Daniel Bryan scenario krijgt. Van fans willen één ding, WWE doet het andere. Charlotte die is nu heel. Mensen die cheerden er gisteren voor. Maar ik denk als je er tegen Becky zet, Becky is op dit moment zo over dat ze het nog steeds verliest. Becky is meer over dan is gewoon misschien wel niks over van precies, alle superstars. Ja, precies. Dus ik adviseer ze streng om wel Becky te doen. Ja. Wat ik wel denk dat een mogelijkheid was, misschien, dat is puur even wat ik zou speculeren nu, is dat het inderdaad Ronda tegen Charlotte wordt voor één van de titles. En misschien dan Becky tegen Naya voor die andere. Daar zit ik aan te denken. Kijk, de story is er voor die match inderdaad. Nou, even Becky, maar ik zou het echt niet verwachten. Nee, ik denk sowieso dat we de match wellicht wel te zien krijgen. Sowieso. Ja, wat ik het leukste en beste geboekt zou vinden, is dat Becky als laatste Naya in de Rumble elimineert. Je hebt gezien dat ze zo de payback krijgen. Ja, precies. Dan hoef je niet in een match, maar gewoon op die manier dat ze er een moment pak door haar te elimineren daar. En over wat jij zei inderdaad, van dat Becky in die title match moet zitten, mee eens. Even wat wel het verschil met Brian, Roman en dit is. Ik vind wel dat ze, als ze voor Charlotte tegen Ronda gaan, ik snap de keuze wel in dit geval.
Meer dan toen ze voor Roman gingen. Leg eens uit. Snap je? Nou ja, leg eens uit. Als in, ze hebben een reactie gekregen die ze willen. Misschien wel op de Survivor Series. De story is er. En, ja. Ja, maar niet vergeten dat Roman Reigns werd gecheerd toen hij de title won van Sheamus, hè? Dus je, soms krijg je de reactie die je wilt en even later is het helemaal weg weer. Dat is weer een jaar later, toch? Ja, oké, maar dat jaar gingen ze ook door met Reigns. Dus, ja, oké, maar toen hebben ze het weer helemaal verneukt door die Rumble. Toen waren ze goed bezig en hebben ze het helemaal zelf opgekleurd. Dat was het jaar dat Triple H Rumble won, toch? Ja, die toen Rumble hebben ze het zelf verneukt met Reigns. Door vanaf één te laten starten, uit de match te laten gaan, wat heel raar is als grote feestuinen. En dan nog teruggekomen op de einde. Ja, met toen won Triple H, toch? Boost voor. Toen won Triple H. Ja, okay. Klopt. Maar hij kreeg daar wel boost voor, omdat hij technisch gezien... Oké, maar het is gewoon om even te zeggen van... dat ze nu die reactie krijgen, wil niet zeggen dat ze dat de reactie is die ook op best van mij zou krijgen. Dus ik zou het alsnog niet doen als ik hem was, maar goed. Dan hebben we nog één match over. Oh, wacht, wil je nog iets zeggen? Zeg maar raak. Het is in ieder geval leuk dat we er zo over kunnen praten. Mm-hmm. Over de Women's Divisie. Zeker. Ja. De volgende. Ja, en dat is de main event. En dat is Brock Lesnar, de Universal Champion, tegen de WWE Champion, Daniel Bryan. Die natuurlijk, dat hebben we op de preview besproken, de title won van AJ Styles. Deze match. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik keek natuurlijk live. Dus ik had niet het privilege dat ik al wist dat dit een awesome match zou zijn. En ik moet zeggen dat ik aardig in zak en as zat om de eerste pak een beet. 10 minuten, 5 minuten, ik weet niet hoe lang het duurde. Ik dacht gewoon, nou, dit is het gewoon. Dit is die hele match. Als je daarmee zit, dan heb je wel zoiets van, ja, dat is kut. Same old shit chants en zo, die snapte ik ook allemaal wel. Want je weet niet wat er nog komt natuurlijk. Dus, en dat was ook een beetje same old shit. En ik moet zeggen, ik vond het ook niet zo heel erg boeiend om naar te kijken. Brian Sheldon het wel grappig op zich, maar ik vond dat gelach de hele tijd. Denk, ja, je zit wel te lachen, maar je hebt helemaal kapot gemaakt. Dus wat zit je nou te lachen, man? En die F5 waarbij hij hem zo oppakte, was ik ook niet zo fan van. Want dat was gewoon het einde eigenlijk van de match. Als hij hem daar niet had opgepakt, was het gewoon 1, 2, 3, was het gewoon klaar. Yeah. Dus dan was dat lachen was ook compleet onzinnig geweest. Want ja, dan was hij gewoon helemaal kapot gemaakt. Want niemand kickt uit een I-5 behalve Braun Strowman en Roman Reigns. Maar Roman Reigns die moet eerst uit kanker kicken, dus die doet het helemaal niet op het moment. Jezus. Hey, als Ambrose het mag, mag ik het ook. Maar goed, toen kwamen dus de kicks van Brian tegen Lesnar's hoofd. En dan bedoel ik echt de eerste kicks, zeg maar. Hij had daarvoor in het begin van de match 1 kick gehad en daarna 10 minuten niks. En toen dit was zijn eerste piece of offense weer. Toen ging Lesnar voor de F5, ref bump heel eventjes, niet echt een ref bump, maar was eventjes down. Low blow, dat is de nieuwe move of doom in WWE. Running knee, en toen kwam ik er helemaal in. Toen werd het echt weer een vette match, en een hele goede match, en een awesome match. En dat is een beetje de samenvatting van hoe ik deze match beleefd heb. Oké. Okay. Jij hebt natuurlijk maandag gekeken, gisteren dus. En op WhatsApp had Victor al gezegd dat het een awesome match was, dus dankjewel daarvoor, Victor. Dat had ik volgens mij niet... Ah, dat had je niet gelezen? Nee. Oké, okay. Nou wat vond jij van de match? Ja, ik vond het fucking vet. En ik had dus minder problemen met dat eerste gedeelte dan jij had. Ik kan begrijpen dat dan zeker met live kijken wat frustrerender overkomt, om het zo maar te zeggen. Even. Ik denk dat een goede beschrijving is van je goed bij de eerste 10 minuten. Mm-hmm. Maar ik had nooit geen vertrouwen erin dat ze uiteindelijk dus die kant op gingen waar ze op gingen. En ik vond dus eigenlijk gewoon juist een goede opbouw daarna door Brian echt gewoon van dood op leven te laten reizen ongeveer. Wat het eigenlijk was, want Brian lag gewoon dood neer. Want hij stelde inderdaad die germs en alles goed, maar er was ook gewoon... Ja, er werd het nog geloofwaardiger van ik, dat
eigenlijk echt dood bij lag. Mm-hmm. Die Germans gingen, die van zijn plan ongeveer elke keer op zijn hoofdje. Dat was niet gezond, hè? Nee, zeker met zijn geschiedenis. Nee, precies. Maar toen die dat tweede gedeelte, was zo fucking bad. Want Lesnar zelf, of iemand heeft het wel zo gezegd, als Lesnar zelf het beste als hij kan incasseren, zeg maar. Als iemand ook echt gewoon punches geeft, zeg maar. Mm-hmm. Dat ze goed raak zijn. En, goh, het was echt... Nou, goed raak waren ze. Ja, zeker. Maar ze werden ook daardoor goed gesteld, weet je wel. Ja. Zeker die stomps toen in zijn gezicht, waarbij het voet af gezien werd, te zien was. Oh, dat was fucking bad van ja. En toen op dat moment met die yes-lock, dat ik nog even kapot hard volgens mij tegen Rijk op onze hoofd aan het slaan was. Mm-hmm. Zo, ja. Tja, ik had het idee dat Lesnar's nek er ongeveer af kon gaan. Dat was echt heel vet van ik. En het heeft zeker gedeliverd met wat ik gehoopt had dat het zou worden. En eindelijk ook een goede zicht. Een echt goede singles match van Brian weer. Ja. Ja, dat was echt, dat was fantastisch. Ja, wat moeten we nog meer over zeggen? Ja, heel stiff natuurlijk, was heel vet. Dat helpt Lesnar goed. Lesnar die laat hier in zo'n match ook zien dat hij dan ook echt wel goed kan sellen en goede matches kan hebben en zo. Survivor Series is the one night a year where Brock Lesnar delivers, kun je het ook noemen. Want vorig jaar tegen Styles was natuurlijk ook al geweldig. Lesnar die... zullen we het even hebben over de toekomst dan of zo? Of, ik weet niet ja, of het Lesnar die gaat nu tegen Strowman schijnt. Oh, ja, Strowman... Ja, 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 die injury... Ik had gelezen dat die Rumble... Dat ze verwachten dat die Rumble sowieso haalt. Ik bedoel meer van Strowman kan op DLC verliezen. Nou, misschien gaat die match helemaal niet gebeuren. Dan. Maar in ieder geval op dit moment is Strowman. Ja, maar... Niet en zelfs als Strowman die match verliest, denk ik dat hij alsnog gewoon een title match krijgt op de een of andere manier. Ja, dat is waar trouwens. Dus dat is de verwachting. En Brian, ja? Die zal tegen Styles gaan, toch? Denk wel, op DLC. Hopelijk in een off-ladder of DLC match. Ja. Ook niet of dat veilig voor Brian is, maar fuck it. Als hij tegen Lesnar overleeft, dan overleeft hij ook de DLC match. Precies. Zet hem gewoon niet tegen Nia Jax. Komt alles goed. Goed. Wil je nog iets zeggen? Nee. Graag. Ja, nou, trouwens wel. Okay. Graag meer van dit soort pay-per-views. Oké. Ja, ik ben er niet de baas van. Dus dat kan ik niet beloven. Nee. Up next is dus... Oh ja, nog één ding. Sorry. Dat hebben we helemaal niet besproken. Main talking point van Survivor Series natuurlijk. Oké. Okay. 5 Star Lars is coming. Ja. Ja. Goed. Nee. Volgende pay-per-view is natuurlijk TLC. ja, 5 Star Lars, prima joh. Het zal wel weer niks worden, maar goed. Ik ben een beetje cynisch over die call-ups tegenwoordig. maar goed, TLC, volgende pay-per-view. Zien we jullie weer voor de preview. Het schijnt ook iets van Starcade te komen zondag, maar dat schijnt maar een uurtje te duren. Dus ik kan me niet voorstellen dat we daar iets mee gaan doen. Voor nu zeg ik dan doei en tot de volgende keer.